Nou, welkom bij deze aflevering van De Klaagmuur. Ik ben Angelo, ik ben landelijk bestuurslid van Pink. En dit is Tobio. Ik ben lokaal bestuurslid in Noord-Holland. Nou, Tobio die is er vandaag om Sebastiaan te vervangen, want Sebastiaan die zit in Australië. Wat zielig. Ja, oh, hij is zo warm en mooi. Nou ja, goed, hij heeft het heel erg zwaar in Australië. Hij is er bezig met werk. Vandaag gaan wij een aflevering van Buitenhof gaan wij analyseren, waarin Diederik Samsom spreekt over eigenlijk de klimaattransitie. Mm-hmm. Want de week waarin de aflevering uitkwam, ging net over het feit dat we niet meer te redden waren als er niet onmiddellijk actie werd ondernomen door eigenlijk de wereld. Precies. Bij het redden van ons klimaat. En daar willen jullie graag mee meenemen. Ja. Dan gaan we beginnen. Je zou kunnen zeggen, het was me een weekje wel voor iedereen die zich druk maakt om het klimaat. Net al even besproken. Eerst was er het rapport van het Klimaatbureau van de VN, het IPCC. En daarin stond dat er ongekende en verrijkende maatregelen nodig zijn om de opwarming van de aarde nog enigszins te beperken. En een dag later kwam daar de uitspraak van het Hof in Den Haag, waarbij het kabinet verplicht werd zich te houden aan de afspraken van Parijs om de CO2-uitstoot terug te brengen. En dat gaat te langzaam tot nu toe. Aan tafel Diederik Samsom, oud-fractievoorzitter en politiek leider van de Partij van de Arbeid, ooit Greenpeace-activist en nu voorzitter van een van de klimaattafels die dit kabinet heeft ingesteld. En eerst nog even die woningen waar u dan over gaat. Ja. Wie gaat mijn warmtepomp betalen? Uzelf. Oh. Dat klinkt raar. Heeft u dat al overal verteld? Ja, zeker. Kijk, het eerlijke, de vraag wie gaat er betalen, het ontluisterende, teleurstellende, maar ook eerlijke antwoord is wij allemaal zelf. Maar in het geval van energie is er iets moois. U betaalt namelijk ook elke maand uw energierekening. De meeste mensen weten niet precies hoeveel dat is, maar weten wel dat er elke maand een gat in de portemonnee geslagen wordt door dat bedrag wat naar NUON, Eneco, NSN en al die anderen moet worden overgemaakt. Van dat bedrag kun je ook heel veel andere leuke dingen doen. Als dat bedrag maar wat lager zou zijn, heb je geld over. Mm-hmm. Nou, isolatie van een woning levert precies dat effect. Als je de woning isoleert, kost dat een paar duizend euro. Maar dat verdient u terug in de energierekening. Datzelfde gebeurt. Ik vind het trouwens wel interessant, is dat hij dus zegt, dit ga jij zelf betalen. En dit gaat je op termijn gaat jou die dingen opleveren. Alleen het wordt dan niet helemaal duidelijk wat zijn functie aan die tafel dan is. Want op het moment dat mensen zelf deze beslissing kunnen nemen, die nou ja, op de lange termijn goed uitpakt, en dat geloof ik zelf eigenlijk ook wel, waarom doen ze dat dan niet? Zeg maar, als het zo simpel zou zijn, dan zou hij geen functie hebben. Ja. Dus eigenlijk, nou ja, dit hele fragment is onder andere gebaseerd op heel veel positivisme vanaf de kant van Diederik Samsom, mag hij ook wel zijn. Mm-hmm. Want het is natuurlijk ook een beetje als reclame van zijn klimaattafel. Maar het is me niet heel duidelijk waarom. Omdat hij niet met iets concreets komt of een verbetering of iets dergelijks. Nee, precies. Hij roept eigenlijk op van jullie moeten zelf even wat doen. En sterker nog, jullie zijn er beter vanaf. En hè, eigenlijk is het alleen maar logisch dat mensen dat al gaan doen. Ja, en natuurlijk ook. Ja, ik heb ook die forumfilmpjes heb ik ook wel gezien over dan, nou ja, dat zo'n warmtepomp die zo'n 20.000 euro kost. Mm-hmm. En nou ja, dan kan het best zijn dat over, nou ja, 20.000 euro duurt best wel een tijdje voordat je dat eruit spaart. Ja. Dat je voor over, ik weet niet hoeveel jaar dat je dat eruit, nou, misschien wel over 20 jaar dat je er dan uit hebt. Ja. Maar ja, waar moet ik die 20.000 euro van halen? Ik zit nu al naar 56.000 euro studieschuld te kijken. Ja. Moet ik er nog 20.000 euro bij? Ik weet niet, daarbij, zelfs als ik dat zou willen doen, ben ik nog heel nieuwsgierig naar degene die mij dat geld zou willen lenen. Ja. Misschien niet voor een klimaattafel, maar goed. Het nu met zonnepanelen. Opeens zijn zonnepanelen ook voor huishoudens nauwelijks nog aan te slepen. Als u morgen of vandaag, ik zou het iedereen aanraden, vandaag belt om zonnepanelen te bestellen of op internet gaat, de wachttijd is inmiddels 4, 5, 6 maanden. Dat kan ook meer te maken hebben met de capaciteit van de zonnepaneel. Brengers, zoals zonnepaneelinstallateurs. Want als ik hier zo om mij heen kijk, en we hebben best wel mooi zicht op het centrum van Amersfoort, dan zie ik nog niet zo heel veel zonnepanelen. Nee, precies. Iedereen wil ze hebben. Waarom? Stroom van je dak is de goedkoopste stroom die er is. Je verdient dat op een gegeven moment zelf terug. Je moet er niet rijk van willen worden, want als je dat... Hij doet me weer een beetje denken aan die P van de A reclameman, waar die verkiezingen won. Zeg maar, die uiteindelijk helemaal niks leverde, maar wel vertelde wat er allemaal kon. En heel eerlijk was. En nu, hij is nu ook, hij is gewoon reclame aan het maken voor duurzame installaties en dergelijke. Ja. Maar hij zegt als politicus ook, zou daar toch iets van moeten komen. En ja, nou ja, hij zegt zelf dat hij ook niet voor de doorbraak is. Hè? Die klimaattafel die is er om adviezen uit te brengen. En blijkbaar maar aan de regering mag ik hopen. Ja, ik mag hopen aan de regering. Maar in dit geval doet hij dat blijkbaar aan het volk. En
Ja. Maar dat is ook een beetje het tekort van de politiek tegenwoordig. Ik kan me ook een tijdje geleden herinneren dat Rutte zei, nou ja, eigenlijk om de crisis op te lossen, moesten ze maar allemaal een extra auto gaan kopen. Want dan ging dat bestedingstekort was dan meteen opgelost. Zijn wij de crisis. En nu zegt Samson eigenlijk van ja, we gaan als politiek, vanuit de regering komt het niet zoveel. Maar als jullie nou gewoon allemaal doen wat wij zouden moeten regelen. Precies. Dan heb ik mijn taak weer mooi gedaan. Nou, adviseur, ik ben benieuwd hoeveel het schuift. Dan moet je andere dingen gaan doen. Maar je wordt er ook niet arm van. Sterker nog, je haalt aan het eind van de maand hou je iets meer geld over. Ja, dit is al een vleugje optimisme. Als je het in eerste instantie hebt. Precies. Vleugje optimisme. Dit is een vleugje optimisme, wat overigens nog niet voor elke verbouwing die u zich nu in gedachten heeft, opgaat hoor. Als u echt uw huis helemaal wil inpakken, zodanig dat u bijna geen energierekening meer heeft. Dat zijn meer kosten, die zijn nog best hoog. Ja. Een van de opdrachten die ik heb, is er ook om voor te zorgen dat we door schaalvergroting en een slimme aanpak, bijvoorbeeld door per wijk aan de slag te gaan. Hè, in een wijk lijken alle huizen een beetje op elkaar. Als je daarmee aan de slag gaat, kun je de kosten ook drukken en zou zelfs die verbouwing nog wel eens binnen deze grenzen kunnen blijven. En als ik het niet doe? Nog steeds, wie gaat dat dan doen? Ja, precies. Want dit voelt alsof inderdaad hier toch iets van overheid aan te pas komt. Overheid die gaat dit. Gaat de overheid dan dwingen om mensen dit te laten kopen? Ja, of worden er leningen uitgegeven of iets dergelijks? Ik weet dat er dit soort projecten worden ook opgezet door sociale huurorganisaties. Mm-hmm. Ja, die hebben in principe het kapitaal en de macht en de invloed om zulke leningen bij elkaar te schrapen. En uiteindelijk een investering te doen die op de lange termijn wat oplevert. Maar dit verhaal van Samson overtuigt natuurlijk helemaal niemand. Nee. Behalve als je het geld toch al had liggen en dan denk je van, nou, misschien dat ik die investering nog uitpak. Ja. Maar goed. Ja, aan de andere kant, waarschijnlijk als je zoveel geld op je bankrekening hebt zitten, dan weet ik ook niet hoe daar terecht is gekomen. Dat is een beetje mijn kant van het verhaal. Het is helemaal aan u, dan blijft u in een tochtige woning zitten met een hoge energierekening. Ja. En dat is zonde. Oh, lekker puh. Want als je niet meedoet met die groene revolutie, ja, eigen schuld. Dan is iedereen straks is goedkoper uit. Maar jij, sukkel uit het vorige tijdperk. Nee, jij hebt jezelf genaaid. Zoek het maar uit. Zo typisch. Ja, het is een beetje van boven schoppen of zo. Het is heel erg vreemd. En ik ben heel erg benieuwd, zeg maar. Überhaupt die aanname dat iedereen dat zomaar even kan doen. Ja, maar dat is ook een populisme ontstaan natuurlijk. Ja, dat is dat de hoge heren in Den Haag, zo te zeggen, die jou komen vertellen hoe het allemaal makkelijk is en allemaal best te doen is, allemaal te regelen. En eigenlijk niet luisteren naar jouw problemen. Ja. En ik denk dat het erg bijzonder is dat zo'n ex-Greenpeace-activist, dat ze hem op een gegeven moment een stropdas hebben gegeven en dat hij nu dit zo'nzelfde soort verhaal aan het verkondigen is. En ook komt niet bij aan het milieu. Komt er niet met de politie langs om te zorgen nee. dat... Nee, nou ja, maar dit is natuurlijk maar een voorbeeld van een x-aantal maatregelen die u voorstelt om dit... Nou, dat is interessant dat u dat zegt, want wij doen dat bijvoorbeeld wel bij kantoren. Die hebben een professionele eigenaar, soms een belegger of een kantoorverhuurder. En tegen een kantoorverhuurder kun je zeggen, goh, uw kantoor zal in 2030 label A+ zijn, hè, heel goed geïsoleerd zijn. Want anders mag u het gewoon niet meer verhuren als kantoor. Maar ik kan toch niet tegen u of tegen een willekeurige bewoner zeggen... Hij gaat nu het verschil gaat hij uitleggen waarschijnlijk. Maar ik blijf het toch wel lastig verschil vinden. Ja. Zeg maar, iemand die gewoon zo'n kantoorpand heeft en die heeft erin geïnvesteerd en alles wat erbij hoort, die mag je in één keer hele grote eisen stellen. Mm-hmm. Maar dat mag je niet doen bij een woning. Ja, ik snap dat het ene drastischer is dan het andere. Maar toch een soort van die politiemaatregel en die stick. En dat is waarschijnlijk een hele kleine wortel, want... Nou ja, aan subsidies valt het ook allemaal wel mee. Ben ik benieuwd of dat rechtvaardig is op een of andere manier. Toch niet tegen u of tegen een willekeurige bewoner zeggen... uw huis zal in 2030 label A zijn, want anders... Ja, want anders wat? Gooi ik u er dan uit? Nee, tuurlijk niet. We zijn een vrij land en dat moet ook zo blijven. Dat betekent een risico. Nou, dat betekent dat je de... Dat betekent dat het niet gaat worden gehaald. Dat is wat het betekent, zeg maar. Okay. W van dwingend moet vervangen door de R van dringend. En dat... Moet ik hier nog op ingrijpen? Maar het is wel leuk gevonden. Ja. Het is leuk gevonden. D van ding wordt D van dringend. Ja, maar daar laat ik maar voor nodig. Kijk, het is niet zo... het is redelijk voor de hand liggend om bijvoorbeeld bij de koop van een woning... Waar als de nieuwe koper loopt door dat huis en denkt... Nou, die keuken, daar kan nog wel iets aan gebeuren. Misschien die badkamer. Nou, als we daar nou ook nog eens... de isolatie van de woning bijnemen. De verbouwing wordt toch al ondernomen. Dus die vaklui zijn al in huis, de zaagsel is al over de vloer. Hè, je gaat er nog wonen.
Als we daar nou een heel aantrekkelijk aanbod bij kunnen doen. Hè, dus de bank, de makelaar, het bouwbedrijf doet een aanbod en zegt, nou, dit zijn de kosten. Daar hoort een lening bij met maandlasten X. Maar uw energierekening daalt met meer dan dat bedrag. Dan houdt u aan het eind van de maand meer geld over. U ging toch al verbouwen? Ja, fluitje van een zin. Ik begrijp uit de... Maar hij lijkt hier de goede kant op te gaan. Mm-hmm. Alleen als hij dan zou zeggen van, nou ja, goed, uw maandelijkse lasten gaan omlaag. Dus u kunt vervolgens meer lenen. Hè, dat is op zich logisch normaal gesproken. Dan zou je ergens op uitkomen. Maar dat doet hij dus niet. Hij zegt op een of andere manier, zegt hij van, nou ja, eigenlijk is het een soort van gezamenlijke effort van al die verschillende actoren die komen bij elkaar. En die gaan dat op een of andere manier meer waarderen. En dan komt het hele sprookje uit. Maar hij zegt niet wat nou precies de financiële overwegingen zijn om tot zoiets te komen. Precies. Ja, dat is een staaltje sociaal-democratie waar we nog een keertje over moeten gaan nemen. Maar ik denk dat dat een kort fragment is vandaag. Ja. Uit uw voorbeeld dat er mensen zijn die dat zullen doen. Ik vroeg me even nou, steeds meer, als je dat niet wil doen, of u dan met Herman dat langskomt. Nee, dat hoeft ook niet. Kijk, we hebben 30 jaar de tijd. Ik heb nu ook... Oh, 30 jaar! Oh, jeetje. Nu ook mensen op straat die een beetje weten wat ik aan het doen ben. En letterlijk meegemaakt, die zeggen tegen mij, meneer Samson, ik heb een hele oude cv-ketel. Mag ik hem nog vervangen door een nieuwe? Ja, natuurlijk mag dat. U gaat een bedrijfje oprichten. Nou, nee, ik hoef het niet te doen, maar natuurlijk mag dat. We hebben 30 jaar de tijd. Iedereen. Nou, mag niet, maar kom dan ook met een alternatief. En zeg van, goh, hey, ik leen jou, ik weet niet hoeveel €1000. En dan gaan we jouw huis gaan we aanpakken. Precies. Dan zit je precies in met dat zaagsel. Dat komt er dan sowieso, waar we het al eerder over hadden. Maar vervolgens dan stel je die hele oplossing nog ja, misschien 20, 30 jaar uit. En dat is denk ik wel een groot probleem. Maar hij komt dus zelf niet met dingen. En hij blijft ook hameren op dat we hebben nog 30 jaar. Nee, we hebben nog maar 30 jaar. En dat is niet eens, hè? Ik bedoel, hoe eerder, hoe beter. Ja. Als hij zelf zegt dringend, maar dringend. En dan vervolgens zegt, ja, maar we hebben nog wel 30 jaar. Ja, ik moet me nu een beetje de situatie voorstellen dat ik moet heel nodig plassen. En ik sta, ik moet zo dringend. En dat hij vervolgens zegt van, oh ja, je kan er wel even wachten. Weet je, dat is een beetje de situatie waar ik zit te denken. Maar goed. Precies. In Nederland heeft het recht om er warm bij te zitten. Isoleren is altijd goed, maar niet iedereen komt het elke dag even goed uit om dat te gaan doen. Ja. Dus doe het op je eigen tijd, in je eigen ritme. En we komen, daar komt dat plan weer, die klimaattafel. Er komt natuurlijk wel een plan waarbij de gemeente op een gegeven moment tegen alle bewoners in een wijk zegt, hé, hey, we hebben een goed idee. Uw cv-ketel wordt overbodig. We gaan warmte aandragen, stadsverwarming, collectieve verwarming. Dan krijgt u het warm via een andere methode. Zullen we dat allemaal tegelijkertijd gaan doen? Dat is wel zo verstandig als je dan toch de straat opengooit om iedereen dan aan te sluiten. Kijk, dat vereist wel enige coördinatie. Ja, want als ik in die wijk woon en ik zeg nee, dan kan ik de hele boel ophouden voor die hele wijk. Ja, dat kan. Dat hebben we al in het verleden, hebben dit soort gevallen natuurlijk wel eens meegemaakt. Bij de aansluiting van gas. Maar recenter bijvoorbeeld bij het aanpakken van funderingsproblemen. Hè, als een rijtje verzakt en er is er eentje tussenin die wil niks meedoen, die trekt de hele zaak naar beneden. Dat kan dus niet. Dus iedereen moet dan meedoen. En daar zijn we in Nederland best goed in geworden. Zonder de wee van dwingend zijn we er uiteindelijk in geslaagd om iedereen, ook de meest onwillige bewoner, mee te krijgen. En ik merk heel veel als ik met mensen spreek, de meeste mensen zijn niet super geïnteresseerd in energie. De meeste mensen vinden hun leven al best complex zonder mijn klimaatpraatjes daar nog eens bij. Maar de meeste mensen zijn ook niet onwelwillend. Als je tegen ze zegt, goh, we doen iets voor elkaar, dan zijn de meeste Nederlanders daar best toe bereid. Als je er dan nog eens aan kan toevoegen dat je aan het eind van de maand iets meer geld overhoudt, dan zie je opeens lichtjes in de ogen. Ja. Nou, dat is het plan wat we voor ons hebben. Mogen we even... Ja, maar hier begint het... Nou ja, ik zeg het zelf niet, maar ik zou het fijn vinden als we ergens komen. Mm-hmm. Oké, hier is dus een instantie, de gemeente, die eigenlijk zegt van, nou ja, dat allemaal zo los, dat werkt niet. Dus wij gaan dat van bovenaf, gaan wij dat organiseren. Daar doet iedereen aan mee en aan het einde wordt iedereen beter. Ja. Dus hier zie ik dat mensen die gaan er in hun maandlasten gaan die erop vooruit en die betalen niet. Ja, natuurlijk is dat positief. Ja. Nou, dan is iedereen voor. Hè? Mensen zijn niet onwelwillend. Nou, dat zegt hij ook heel duidelijk. Maar dan weigert hij te zeggen wie dat dan allemaal gaat betalen op een of andere manier. Terwijl hij aan het begin van het verhaal zei dat mensen dat zelf moeten gaan doen. Ja. Dus dan blijft de vraag of we dan toch wel gaan dwingen. Totdat mensen het een soort van heel, heel indringend lief vragen als gemeente. En dan mensen dan zeggen van, nou,
dan wel. Weet je, dat is een beetje het idee. Ja, of zal het toch gaan via indirecte actoren, zoals je al eerder noemde, als woningcorporatie. Is dat waar uiteindelijk de huurders niets te zeggen hebben over dit soort plannen. Ja, maar ik geloof dus best dat dit werkt. Mm-hmm. Maar dat er in ieder geval ergens een factor moet zijn, of een acteur moet zijn, die bereid is om dat voor te schieten, die dat te doen. Dat mag een gemeente zijn, dat mag een woningbouwvereniging zijn. Ja. Desnoods maak je een afspraak met de banken die vanaf dit moment verplicht zijn om groene leningen uit te geven. Maar ik denk dat we daar naar moeten gaan. Ja, dat zou mooi ook zijn. Maar in ieder geval, je kan niet verwachten dat mensen op de korte termijn heel veel kosten gaan maken als ze ergens... dan daar winst van zouden kunnen plukken. Zeker in de situatie zoals nu, waar heel veel mensen gewoon niets over hebben. Heel veel mensen die hebben gewoon dat kapitaal niet om dat zo te doen. Nou, ik wil nog één stukje kijken. Ja. En als hij er dan niet mee komt, dan schei je hem uit. Dan hebben we weer genoeg Samsung gehoord. Na het vorige kiezersverraad vind ik het wel genoeg. Voor ons. Mogen we even naar een iets grotere schaal nog? Om te beginnen, het bedrijfsleven. Ja. Meneer Burgmans heeft net gezegd, het bedrijfsleven loopt voorop als het gaat om spannende milieu. Toen zag ik u al aarzelen. Nou kijk, het bedrijfsleven doet niet genoeg, maar daarmee bevindt ze zich in goed gezelschap van vrijwel ieder ander. Want ook de politiek is nog niet op snelheid. En ook de maatschappij moet een tandje bijzetten. Dat bleek deze week natuurlijk wel heel duidelijk uit het VN-klimaatrapport. Maar ik zei al, zelden ben ik zo optimistisch geweest. Als je het hebt over bedrijfsleven... 10 jaar geleden, iets minder dan 10 jaar geleden, maakten we met het bedrijfsleven een afspraak over investeren in wind op zee. Dat was toen ongelooflijk duur. Hè? Mark Rutte voerde toen lollig campagne met de mededeling: windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie. Ja. Eigenlijk, dat deed pijn, want het had een beetje gelijk toen nog. Mm-hmm. Toen maakten we een afspraak, jullie zullen investeren, veel risico nemen ook. Dan helpt de overheid een handje met bijvoorbeeld vergunningen en aansluitingen en een betrouwbaar subsidiesysteem, wat wel snel afloopt. En kijk nu eens, 10 jaar verder. Windenergie was toen een godsvermogen en nu zonder subsidie. En zonnepanelen gaan nog veel harder. Zeker, maar u citeerde terecht al dat de rapport... Nou ja, wat Witteman verder wil zeggen, dat vind ik allemaal prima. Alleen ik denk dat hij hier wel een beetje antwoord begint te geven op die vraag. Er is onwelwillendheid. Mm-hmm. Die bedrijven vinden het moeilijk. Nou, in dit geval particulieren vinden het moeilijk. Ja. Maar op een gegeven moment wordt een systeem opgetuigd door middel van subsidies waarbij de overheid ingrijpt. En dan worden er in één keer dingen mogelijk. En ik denk dat dat wel is waar we naartoe moeten gaan. Dat die mogelijkheid er bestaat, waarop dit ook op de korte termijn voor mensen winstgevend kan zijn. Ja, en waarop het inderdaad ook gewoon niet alleen aantrekkelijk, maar ook mogelijk is voor... Iedereen eigenlijk. Precies, voor iedereen. Want dat is een van de eerste dingen waar we vanaf moeten. Het groene, milieuvriendelijke leven als luxe product. Ja, want het is nu een soort van groen elitisme. Precies. En daar moeten we vanaf. Buiten al die dure Tesla's wil ik ook gewoon dat mensen met een normale beurs de mogelijkheid krijgen om dit te gaan doen. Om zonnepanelen te nemen. En op de lange termijn dat we met z'n allen de vruchten ervan nemen. Ja. Dan denk ik dat we klaar zijn. Dan mag ik toch nog zeggen, bedankt Diederik Samson voor dit geweldige voorbeeld aan het einde van je verhaal. En dan weten we wat de doelen moeten zijn voor komende regeringsperiodes. Precies. Nou, tot de volgende aflevering. Joep.